Hallo en welkom bij deze nieuwe video over SketchUp. Mijn naam is Maarten en ik wil je vertellen over verborgen functies die wel in SketchUp zitten, maar die vrij onbekend zijn. Een van die functies, dat is de push-pull met een extra functie. Ik zal even wat laten zien. Ik heb hier een cirkel en ik heb een vlak. En als ik deze cirkel omhoog trek, dan gaat hij van plat naar heel veel meer geometrie. Dat gebeurt ook met deze. Hij gaat van plat naar heel veel meer geometrie. Dus hij gaat van één enkel vlak naar 18 onderdelen totaal. Dat is leuk. Maar wat nou als ik vanuit dit vlak weer omhoog ga? Dan doet hij niks anders dan het vlak wat je hebt geselecteerd omhoog trekt. Zonder dat er extra geometrie bij komt. En soms wil je juist dat er een extra vlak in beeld komt. Ook bij deze, als ik dit nou ga gebruiken, dan ja, hij rekt hem gewoon verder omhoog. Hij doet verder niks. Nou, daarvoor is de control of de option functie voor Mac. Waardoor je een extra vlak kunt creëren. Als ik de push-pull pak en control voor Windows en option voor Mac, dan komt er een heel klein plusje naast je push-pull icoon. En als je hem dan omhoog trekt, dan zie je dat er een volledig extra vlak wordt neergezet. Laat ik hem even op transparant zetten, dan zie je ook daar een extra vlak in zitten. Geldt ook voor deze. Control erbij. Voilà, daar is een extra vlak. Dat kan leuke gevolgen hebben. Als ik bijvoorbeeld hierop klik en ik zeg, nou, ik wil dit stukje een beetje minder qua radius. Zet ik hem op 500. Dan kan ik in die zin grappige vormen maken. Hier omhoog, nog een keer extra vlak. En dan ga ik hier vandaan weer breder de breedte in. 5 meter. Beetje overdreven misschien, maar je ziet wel wat er gebeurt. Dus een extra vlak kan echt heel erg handig zijn. Ga er eerst mee oefenen. De controltoets voor de Windows en de optiontoets voor de Mac. Probeer hem uit. Kom je tot nieuwe dingen en tot nieuwe vormen. Wil je nou meer leren of SketchUp in één keer goed leren? Ga dan naar onze site sketchexpert.com en schrijf je in voor een basiscursus. Of ga aan de slag met onze online training. Ik wens je alle goeds. Succes met tekenen, veel plezier en graag tot een volgende video. Dag!